Wat doen jullie hier? We zijn hier een muur aan het verven. Mm-hmm. Voor een maat van ons en een beetje reclame erbij. Ja. Dat is eigenlijk. Ja. En wat voor beelden zien we eigenlijk? Een trein, een politieauto en een gewone auto en twee paar letters. Ja. Ja. Maar die zijn niet voor jullie, hè? Die letters zijn van een kameraad van ons, dat is voor de verjaardag. Dat is de verrassing. Als verjaardagscadeau? Ja, een soort van. Hij doet het ook altijd als wij jarig zijn, dan zet hij ook iets voor ons. Kleine. Hoe lang blijft dat er nou op staan? Dat is maar de vraag. Dat weet je nooit. Het kan zo zijn dat het morgen weer weg is. Ja. Oh ja? Ja, ja. Dat is, hoe zit dat dan? Legale muren, dan mag het. Legale muren mag dat, ja. Ja, want er zijn natuurlijk ook illegale muren. Ja, dat klopt, ja. Die zijn er ook, ja. Maar daar mag je niet op speuten, dus. Nee, maar dat doe je ook niet, hè? Ik heb mijn eigen bedrijf, zo mag ze ook risico gaan lopen. Ik verdien mijn geld ermee. Hoe lang duurt dat nou, zo'n schildering? Zo groot als deze duurt wel een paar uur. Maar als ik slaapkamers doe, zo meestal rond de 2 uurtjes, 3 uurtjes. Mensen willen jullie in de slaapkamer hebben? Ja, kinderkamers veel, dat soort dingen. Workshopjes op scholen, doe ik ook veel.